Hoor, landspiraten. Ik zit bij de Margine. Ik denk even lekker in bed. Aflevering 9. Heel veel mensen hebben gestemd op. Ja, nog een SpongeBob aflevering. Dus we gaan lekker Draw to Life met SpongeBob SquarePants doen. En ik was bezig aan een stadhuis, maar het lijkt net op een wannabe moestie. Excuse mens, tot na het intro. Okay, people, let's go to work. Ja, deze game is echt wel verslaafd. Ik moest een stadhuis maken. Ik denk, ik maak er gewoon een soort van houten planken maak ik erbij. Dat je dan zoiets hebt van, hij is dicht, want mensen mogen er niet in komen. Nou, dit is een SpongeBob Draw to Life. Ik speel met Xbox 360 controle en ik lig eigenlijk niet in bed. Heel raar dat je dan de serie even lekker in bed moet noemen. Maar ik vond het even lekker om deze aflevering te zitten. We hebben dus bewoner gered, deze meneer. Dat heb ik eigenlijk nog niet laten zien. En toen heb ik dit stadhuis gemaakt. En je ziet dat de lantaarnpalen ook prachtig eruit zien. En we gaan door naar het volgende level. Ik klim, wat die heb ik ook bevrijd. Waarom moet ik dan weer gaan tekenen? Uit naam van de Bikinibroek Muziekliefhebbersclub krijg je deze prachtige stereo cadeau. Hé, je stereo, teken een vette muziekmachine. Oké, we moeten een muziekmachine tekenen. Dan denk ik aan die beetje zo. Kijk, dit is een muziekmachine. Ik maak hem gewoon helemaal blokkerig. Zo, ik weet niet waarom ik het nou zo deed. Maar dan kleuren we die andere op met zo. Zo. Mooi, hè? Ik doe nou echt heel erg mijn best. Dan komt er zo'n lok op. Kijk, zo'n kistje is dit. Met zo'n streep. En hij zit op slot. Zo, hoppakee. Ik vind het helemaal mooi. Je kan echt zien aan mijn tekenkunsten dat dit een muziekdoos is. Sowieso. Oh, het is de mooiste stereo die ik ooit heb gezien. Raak je stereo aan voor de geluidstestfuncties. Installeer hem zo snel mogelijk in je krabbelhuis. Nou, nee, helemaal niet. Hallo, Krabbelbroek. Ik heet geen Krabbelbroek. Ik heet Vincent. En we lopen door. Wat een prachtig huis is dit. Wie zou dat nou hebben getekend? Grappig. Bikinibroek. Oké, ze vinden Bikinibroek grappig. En we gaan naar het volgende level. Eindelijk de kermis waar we op hebben gewacht. Jullie wachten er ook heel erg op. We gaan naar de kermis, maar nog niet naar de achtbaan. Dit is het reuzenrad en de andere prelariekoek. Maar jullie wisten dat niet, maar... Oh, wat leuk. Maar, oh, what the fuck. Ik gebruik Patrick, maar dat hoeft niet, want... Ja, Patrick hebben we niet nodig. Ik moet mappen. Die beesten. Wat zijn de clowns? Ik moet clowns gaan bestrijden. Wat is dat nou? Oh shit, moet ik serieus gaan tekenen? Ik moet een reuzenrad dingetjes tekenen. Teken een reuzenrad gondel. Vergeet niet de bovenkant te tekenen, zoals je weet dat je erop moet springen. Oké, we maken een gondel. Ik wil hem wel rond maken, dus wat ik doe is, we maken een heel leuk koepeltje zo. Oh, dat is wel prachtig. Ik maak echt een reuzenrad koepeltje. Wees niet bang. Wees echt niet bang. En die gaan we doen met blauw. Vraag niet waarom, ik vind het er heel schattig uitzien op deze manier. Nou, dan teken ik zo'n bakje eronder, zo. En dan tekenen we natuurlijk onderkant. Die wil ik ook zo dik maken. Dus dan heb je zoiets als een... Het is een wat groter onderkantje natuurlijk. Oh, dit ziet er wel heel schattig uit. En die tekenen maken we ook paars in het midden. Zo. En ik vind die stokken, die moeten nog wat beter maken. Dit. Een beetje 3D effectje zo. Zo, dat ze goed vastzitten. Ik vind het helemaal mooi. Ik vind het een heel mooi gondeltje. Ik zou hier gewoon heel graag in willen zitten als ik in een reuzenrad zag met zulke gondeltjes. Ik zou dat nog helemaal niet erg vinden om erin te zitten. Ik hoop dat jullie me goed horen. Ik doe de microfoon wat dichterbij. Zo. En kijk eens jongens, dit zijn echt prachtige gondeltjes. Ik meen het echt serieus, maar dit zijn echt hele mooie gondeltjes. Laat ik eens op gaan springen. Oh jee. Kan ik helemaal naar boven? Oh, wat de hel is dat? Gewoon een krabburger gepakt. En ik spring gewoon gelijk op een clown. Je kan gewoon springen erop. Kijk die achtbaan op de achtergrond. Zo realistisch. Dit ziet er heel cool uit. Vooral omdat we nu twee reuzenradden hebben naast elkaar. Dit is echt het meest... efficiënte park wat ik ooit heb gezien. Ja toch? Een checkpoint. Ik heb een checkpoint gehaald. Wie gaat dan twee reuzenraden raden? Is het een raden? Twee reuzenradjes. Ik weet het niet. Het is gewoon twee reuzenradden. Ja, klinkt raar dat woord. Ik ben toevallig afgelopen zaterdag naar een kermis geweest. Het was hartstikke leuk. Want ze hadden een spookhuis. En dat vind ik leuk. En dat was best wel een goed spookhuis. Het was echt een goed spookhuis. Het was zeg maar een freaky circus. En zo'n freaky circus, ja, dus het is allemaal, het was al een beetje amateuristisch, maar het zag er leuk uit. Het zag er zeker leuk uit en ik schrok twee keer. Dus
Ja, dat is netjes. Als een spookhuis mij laat schrikken, is het een goed spookhuis. Want dan heeft het nut, weet je wel. Een spookhuis moet er zijn omdat je schrikt. Ja, en als je niet schrikt, dan is het geen spookhuis, vind ik. Dat is toch logisch? Ga maar niet beweren dat... Nee. Geen discussie. Jullie gaan me niet beweren dat... Nee. Echt niet. Ik heb een krabburger erbij. Hoe heb ik die krabburger verloren net? Ben ik dood gegaan? Oh nee, niet door de krabbiekrab. Is dat de krabbiekrab? Oh, hij komt me aanvallen. Krabbiekrab, weg. Ik ga je weggummen. Ik zweer het je, ik ga je weggummen. Oké, ik spring op je. Ik heb je gewaarschuwd. Oké, dit ga ik weggummen zo. En dan kan ik ook die gozer goed gummen. Oh, nog meer krabbiepatsie. Wow! What the fuck is dat? Dat heb ik dus niet getekend. Ik zweer het je, ik heb dat niet getekend. Ik heb niet zo detailvol getekend, toch? Ik kan me niet herinneren dat ik dat beest heb getekend. Maar hij ziet er echt heel vet uit. Moet ik hem niet opnieuw tekenen? Nee. Oké. Okay. Zit ik dan met mijn marinepetje? Ik hoop dat het me leuk staat. Pas wel mooi bij deze game. Doosjes moet ik kapot maken. We kunnen ook Patrick gebruiken, maar daar ben ik te lui voor. Ik ben benieuwd wat voor attracties we nog meer zien. Nog niet de achtbaan? Ik denk dat we wel de achtbaan krijgen, hoor. Dat zou vet zijn. Achtbaan in SpongeBob. Oh, ik krijg krabben panties eruit. Ik krijg nog een krabby. En ik heb heel veel munten gemist omdat ik dus een combo wil maken. What the fuck is dat? Ik heb dat ook niet getekend. Snel weggummen, snel weggummen. Hoe sneller ik weggummen, hoe minder snel ik doodga. Yes! Nou, ik ging niet dood, maar ik heb nog steeds een sleutel. We moeten wat tekenen hier. Wat gaan we tekenen? Teken een vrolijke ballon. De ballon zit vast aan een karretje. Maak het karretje kapot om de ballen te laten opstijgen. Ballon. Excuus. Ik moet een ballon tekenen en een hele vrolijke ballon. Nou, dan denk ik gelijk aan een heel rondje zo. Oh, dat ziet er echt al ugly uit. Oké, ik teken gewoon echt een rondje. Het wordt een groene ballon. En die groene ballon loopt een beetje zo. Maar die ballon moet heel vrolijk zijn. Dus dan vragen ze erom dat ik gewoon echt een heel overvrolijk ballonnetje teken. Dit is sowieso een overvrolijk ballonnetje. Hij heeft ook geen steeltje, dus het is gewoon een random droge ballon. Oh my god. Het is zo grappig. Oh my god. Waarom? Dit is echt gewoon nog vrolijker dan vrolijk. Dat is ongelooflijk. Ik ben weer geraakt. Gaan we die combo halen? Nee, ik mis er één. Stomme. Krabby, ding. Weet ik veel hoe je heet. Kwal. Oké, je kan dus hoger springen op als je wat doorzakt op die ballon. Wat is dit? Bots tegen de kar om de ballonnen los te laten. Moet ik botsen? Oh, wauw. Ja, nu ben ik die ballon kwijt. Wat fijn. Moet ik dat niet efficiënter doen? Ik weet niet wat ik moet doen. Moet ik hem... Oh, heus gaat hij zo hoog komen. Hoe kan het nou? Door hoort toch naar boven te gaan verder? Is dit een achtbaantrek? Oh, shit! Vincent stort naar beneden, massaal. Ik wil het proberen, want ik wil kijken wat daar zit. Ik ga mijn best doen, wacht even. Wat is dat? Krabby-pad, ik moet gummen, jongens. Ga meegummen met mij. Ga over je toetsenbord met een gum. Of je toetsenbord over je beeldscherm natuurlijk. Het heeft geen nut als je over je met een gum op je toetsenbord. Twee! Cheaters. Gaat niet met twee. Huppakee. Jullie zijn allebei dood en ik verdien de muntjes. Haha. Oh, er zit een bewoner hier. Hallo bewoner. Ik heb je bevrijd. Hallo pixel bewoner. Hallo. Wat vrolijk. Maar ik vind het wel zielig dat je op de achtergrond allemaal ballonnen ziet. Ja, verdwijnen naar boven toe. Want ja, die kinderen hebben misschien wel die ballonnen losgelaten. En dan is dat best wel sneu, weet je. Kijk hoeveel ballonnen. Echt niet normaal. Waarom hebben ze al die kinderen herpes of zo? Want... Dit kan gewoon niet anders. Waar waren dat ook weer? Bandiet, is dat levens? Ik denk het, want het... Twee! Is dat nieuw of zo? Twee, nee! Schiet! Nee! Nee, ik mag niet dood! Oké, snel. Gummen. Wow, what the fuck gebeurt er? Wat gebeurt er? Waar veranderen ze in? Dit is een taakje voor Patar. En Patar is Patrick. Kan ik ze oppakken? Ik vind ze echt heel gemeen. Oh! Ik heb mezelf ingeluisterd. Weet je waarom? Omdat ik dacht... Kijk, dat zijn vrienden van me. Maar ik heb ze heel boos gemaakt. Het lijkt net vijanden. Het lijkt net een beetje kleine Hitlertjes. Maar een beetje grof hoor. Ik weet het. Het zijn maar geen Hitlertjes. Het zijn maar lieve Adolfs. Oké, sorry. Een reuzenrad weer. En dan zijn we... Clowns! Ik heb jullie niet lang meer gezien, maar ik mag niet doodgaan. Ik heb weer een leven erbij. Twee hamburgers. Krabburgertjes.
Oké, let op, let op. Dat was een mooie Vincent. Is die dood? Nee, voor mij leeft hij nog, een klauwtje. Ja, zeker weten. Een klauwtje gaat nooit dood. Of versla je nooit met twee stuks klappen. Met één klap. Met één klap bedoel ik. Twee wel, met twee klappen wel. Ik maak de doos kapot. En waarom? Omdat ik agressief ben. Ik ben het DC-mannetje. Oh, we gaan wel tekenen. Ik ga eens kijken. Wat vragen ze aan mij? Teken een karate-handschoen. Die kennen we wel. Want die is namelijk gewoon heel simpel. Rood. Ja. Met. Dit is echt de karate-handschoen, hè? Dit is hem. Absoluut. Dit is de karate-handschoen. Ja, je zegt karate, maar in SpongeBob zei ze voor een aflevering karate. En als je karate hebt... Oh god. Hoe kan ik die karate-handschoen gebruiken? Wow. Holy crap. Wat doe ik? Holy crap. Is dit een... Is dit een baas of zo? Oké, ik moet echt heel veel gummen. Dus ik hou maar heel mijn... Ik hou het maar allemaal op mijn beeldscherm. En nu word ik aangevallen bijna. Ik ga bijna dood. Maar niet voordat ik... Jullie hebben het gezien, hè? Wat ik net deed. Spannend. Zoveel actie in een filmpje. Ik hoop dat jullie dit aankunnen. Ik moet doorkrabbelen. Ik ben bijna klaar. Kom op. Ja! Je hebt alle drap verwijderd. En ik heb nog steeds een karate handschoen. Hallo, mevrouw Puff. Nou, SpongeBob. Kom je helemaal vanuit de stad om mij te bevrijden? Dat is lief. Ik hoop dat je nou je rijbewijs een keer haalt, SpongeBob. Want ja, dat haalt hij echt nooit. SpongeBob haalt nooit zijn rijbewijs. Hoe had je ook... Ja, hij kan het gewoon niet. Nou ja, volgens mij heeft hij het wel eens geprobeerd in de aflevering en is het wel gelukt. Of was het een nachtmerrie? Oh, je moet naar onder, jongens. Wat is daar? Ik wil daar onder kijken. Daar zit namelijk iets secrets. Oeh, ik zag die clown niet, want ik keek op mijn andere beeldscherm. En ik word nog een keer verslagen door de clown. Waarom? Een clown hoort mij niet aan te vallen, zeg maar. Als je echt een goede clown hebt, dan hoort hij mij niet aan te vallen. Dat is gewoon een regel, zeg maar. Heb ik niet bedacht. Ik denk dat ik hier munten kan verzamelen en dat ik er toch boven kom en doorga naar het volgende stuk level. We gaan nog steeds door, want de sleutel hoort op de tribune en dan zijn we op de vijfde plek van ons level. En ik neem een slokje drink. Als je het niet erg vindt. Die hand. Ik heb 100% van de drap gewoon weggehaald, jongens. En ik heb nul geheimen gezien. Want er waren ook geen geheimen als ik het zo zie. En we hebben alle personages bevrijd in dit level. Was ook echt heel erg moeilijk om te doen. Ik vind Mario echt een stuk moeilijker. Bikinibroek. We gaan nog eens even kijken, want we hebben een paar mannetjes bevrijd en ik zou eigenlijk wel een heel klein stukje in deze aflevering willen laten zien van de achtbaan. Dan moeten we even helemaal terug naar rechts toe. We gaan nu door Bikinibroek en gaan we kijken of we nog meer karakters hebben vrijgespeeld. Ik denk het wel. Denk maar aan mevrouw Puff. Hier, daar staat ze. Maar ze doet niks. Ze zegt ook niks van dankjewel of zo. Maar hij wel. Krabbelbob, dankzij jou is alles weer normaal in de stad. Behalve één ding dan. Krabbelbob heeft de tijdstroom verstoord. Zorg dat de tijd weer normaal wordt. Je moet een zon en een maan tekenen. Oké, een zon. Dat wordt heel lastig. Ik denk dat een zon namelijk een vierkant wordt. Zullen we dat gewoon doen? Nee. Je moet echt een vier... Maar dan moeten we hem gummen. Kijk, doe hem gummen zo. Ik gum gewoon de buitenkant. Ik weet niet wat nou sneller was. Oké, dit is een zon. Ik hoop dat jullie hem mooi vinden, de zon. Want de zon heeft namelijk echt één grote zonnebril. Of heeft hij... Die heeft alleen zo. Oké, dit is de zon. Ik vind het echt sowieso de zon. Moet ook een maan gaan tekenen dan? Ja, dat zei ze. Oké, de maan wordt een banaan. Dus dat is heel simpel. Je tekent gewoon een banaanvorm, zo. En die maan wordt helemaal geel. En die krijgt twee ogen. En een mondje en een neus. Dit is echt de beste maan ever. In het Engels betekent het moon. Prima, vanaf nu moet de tijd weer helemaal normaal gaan lopen. Nou, ik heb er helemaal niks van gemerkt. Volgens mij is het nog nooit nacht geweest in de game. Maar als je op de achtergrond ziet, zie je echt een prachtige zon. Mijn facecam staat er net voor. Maar ja, natuurlijk kan ik die ook even weghalen. Kijk eens. Prachtig dit. Dit is één mooie zon. Kijk dan. Hij straalt helemaal van achter Bikinibroek. Fantastisch. En daar ben ik weer. Hallo. Ik hoop dat jullie me niet hebben gemist. Dan gaan we door met de achtbaan. Want
Dat is namelijk hier, maar we gaan wel heel erg veel naar boven toe. En niet echt naar de achtbaan. Wat ik wel een beetje raar vind. Veel vliegers tekenen een maffe auto om ermee op de baan te rijden. Oké, we gaan een auto tekenen, maar hij moet maf zijn. Dan moet je sowieso niet bij mij aankloppen. Ik teken dan eerst zwarte wielen, want de wiel is meestal zwart. In de volksmond, toch? Je kan ook vierkante wielen tekenen, maar dat zou echt heel, dat zou te maf zijn. Dus ik ga ze rond maken. Zo. En deze is ook rond netjes. En die haalt de bodem niet eens. Zo. Even mooi maken, jongens. Ik wil gewoon een mooie wiel hebben. Zo. En dan gaan we een maffe auto tekenen. Nou, ik maak hem rood en vraag niet waarom. Dit is een auto. Voor het geval, ja, niet wist wat ik ging tekenen. En dan wil ik er eigenlijk een deur in. Zo. Met een raampje. En dan achter heb je nog een grote raam. En zo teken ik de buitenkant. Zo. Met een vlaggetje achterop. Rood, wit en blauw. Een beetje EK-stemming blijven. Nederlands vlaggetje. Even netjes afmaken hier zo. Huppakee. Ik vind dit de beste auto ever. Ja, we moeten om de tijd denken, mensen. We moeten om de tijd denken. Gebruik de stylus om je personage te bedienen. Schuif de stylus omhoog om te springen. Moet ik dan eens met de muis gaan... Och, dat pictogram? Oké, dat pictogram betekent dat er een vijand komt. Ga harder en ram hem. Hoe moet ik dan... Moet ik dat erop tikken of zo? Ik weet niet waar ik op moet tikken, maar we zien het wel. Oké, dit is tikken. Oké, ik snap hem. Oké, dit gaat snel. Hij mag wel wat langzamer, maar ik kan ook wat sneller. Oh, rammen! Waarom deed hij niet? Nog een keer. Ja. Ik kan gewoon rammen met mijn auto. Echt baas. Oh, shit! Ja, ik deed het goed. Ik moest naar boven daar, want het is een achtbaan. Dit is de achtbaan. Is dit de achtbaan? Ik weet het niet. Jullie zeggen het. Ik geloof jullie. Oh, ik sprong eroverheen. En nu weer. Oeh. Dit gaat goed. Dit gaat heel goed, Vince. Help me met besturing. Oh shit, hé. Het wordt ook altijd uitgelegd van wat voor knopje je kan aandrukken. Maar dat is echt hoogstens irritant, gewoon. En die muziek is ook echt hoogstens irritant. Was dit serieus de achtbaan? Het lijkt wel op een achtbaanritje, dit. We gaan wat harder, jongens. Oh nee, die moest ik ontwijken, maar dat deed ik niet. En nu ga ik bijna dood, omdat ik nog maar één hamburger heb. En ik heb er weer eentje bij. Het wordt nou heel spannend. Ik maak het gewoon spannend. Oeh, pak hem. Ja, ik heb 3 hamburgers. Wat gebeurt er? Remmen. Rammen. Oh ja, hoe kan ik dat ontwijken, die box? Dat is zeg maar een hele rare box. En ik ben nou op een secret iets gekomen. Het gaat goed. Ik zit heel erg te kijken naar mijn rechter scherm. Dat heb je al een beetje in de gaten. En is dit de achtbaanrit? Ik denk dat dit de achtbaan is. Althans, het ziet er wel uit. Of je gaat met een auto over een achtbaanrit. Ik snap sowieso niet waarom we een auto hebben. God, wat moet ik daar mee doen? Moet ik daar overheen? Dan moet ik gewoon overheen springen, die dingen. Of die moet ik aantikken met mijn stylus. Ik zag het al. Einde! Dat was heel kort, dit level. Daar gaan we snel doorheen. Maar ik weet nou niet wat dit betekende, zeg maar. Bikinibroek. Gaan we nu... Was dat serieus de achtbaanrit? Of ben ik nou gek? Oké, dit was de achtbaanrit, zeg maar. Dat ging heel snel. Maar we hebben nog steeds Patrick als vriend. En ik vind dat... Wow, dit is gewoon dikke toxic. Toxic, weet je wel, van het gevaarlijke gif waar ze zombies mee maken. Weet je wel, van het groene spul. Oeh, er komt een mannetje! Zo, lek. Jongens, kan het mijn... Ja, het spel is natuurlijk heel zwaar. 16 gigram dit. Oh, shit. Wat is dit? Dadelijk... Oh, wow, er komen schroeven, jongens. Dat is ons vijand. Vallende schroeven. Nou, dat moet niet gek worden nu. Oh my god. En kijk deze... Wat waren dat ook weer? Wolkjes met een kerst erin. Of was het een appel? Nee, het was een appel, hè? Appel. De appel. Hoe noemen we het ook weer? De appellift? Of nee, de appelwolk. De appelwolk was het. Oké, wat... Oh shit, hé. Zijn dat echt onze vijanden? Gewoon zielige van die
medewerkers die hier gewoon hun geld verdienen, die moeten wij gewoon vermoorden. Dit is echt het meest mooie spel wat ik ooit heb gezien. Oh, zag je die moonwalk zijwaarts? Dat was echt heel knap. Zielige medewerkers worden gewoon hier vermoord door mij. Ze doen helemaal niks kwaad, weet je wel. Oh, shit. Oh, die helm. Die helm is belangrijk. Dat is gewoon sterk. Dus het helpt niet om ze, zeg maar, op hun hoofd te springen. Oh, dit glijdt uit. Oh, nee! Oh, kom op, Vince. Kwallen kan je aan. Nee, kwallen kan je aan. Kom op, Vince. Ja, goed zo. Wat ik zeg, kwallen kan je toch wel aan, Vin? Yes. Ik weet niet wat ik moet doen, maar ik moet die knop misschien indrukken. Ga maar ingedrukt. Ja. Oh, een deur gaat open. Die muziek is echt weer heerlijk vrolijk. Echt een SpongeBob muziek. Dat weet je wat het is, toch? SpongeBob muziek. Oei, oh! Hoe stond je daar nou? Dan vraag je om stront. Holy shit, die agressieve medewerkers. Damn. Oh, hier komt weer Krulibulli. Oh, Krulibulli. Twee Krulibullies. Waarom noemen ze Krulibulli? Ik weet niet. Door dat drap wat je weghaalt, dan noem je het automatisch Krulli. Ja, bijna. Yes, goed gedaan, zeggen ze dan. 62% uitgespeeld van de drap die ik weg heb gehaald. En we gaan wat tekenen. Het is de tijd voor de tekentafel. Teken een stevige helm. Nou, natuurlijk vragen ze dan om stront. Ze vragen om een gele helm. Oh, dit is toch geen helm? Wacht. Wat? Huh? Moment. Wacht. Ik maak hem perfect. Dit is wel echt de basishelm. Ik weet niet waarom die zo raar eruit ziet dat hij over heel je hoofd gaat. Want ik moet wel wat kunnen zien met mijn poppetje. Oké, ik heb de helm op. En wat... Oh! Handig, een helm helpt tegen alles. En ook tegen de kwade schroeven die vallen naar beneden. Kijk eens. Mijn helm is echt formidabel. Hoe stromheid zou zeggen. Checkpoint. Kunnen we met de wolken? Met de appelwolk? Ja hoor, de appelwolk brengt ons naar Jezus. En Jezus zit hier. En die... Wow, Jezus onder water. Hoe kan dat? We zitten nog steeds onder water, mensen. We spelen SpongeBob, hè? We spelen geen Jesus Christ Superman. Hier, oh shit. Wow, spikies. Zo, dat is echt een badass. Als je zo de moonwalk doet onder die spikes vandaan. Ik zeg, dames en heren, bedankt voor het kijken. En de volgende aflevering wil ik dan... dit even verder doen. Ik wil even gewoon verder spelen, dit spel. Dus de volgende aflevering, in aflevering 10, hebben wij sowieso nog een keer SpongeBob. Tot dan. Doei doeg!